zeg het dan. Zeg in de reactie. Blano, deze steen moeten we optillen. Deze steen zit in het water. Blano, die steen. Nou, Karel, ik zou zeggen, proef even of het zout is. Dat weet ik al. Niet doen! We moeten vanavond... Zout? Dat is zout! Oké. Als ik val... Ik ren. We zijn weg van mijn kinderen. We gaan nu even naar boven klimmen en ons nog gaan helpen. Oké, we lopen nu naar het strandje. We zijn nu weg bij de rotsen. We zijn hier bovenop gekomen op een zaaltje. Ik weet niet zoveel te vertellen. We gaan even kijken of er bij het strandje, nog wat krabben zijn. Je ziet misschien ons niet zo. Is open, maar dat was al zo. Dat was, eerder gebeurd. Dus. En hier vinden we soms ook wel krabben. Alleen er is nu niet zoveel water. Maar je hebt wel heel veel van die krabben. Dat is schelpjes. Van kreeftjes en waterstapjes. Waterslakje. Ja, het is wel een mooi dingetje. Normaal is dit vol met water. Wat jullie net zeggen. Alleen nu niet. Hij viel.
Het waterslakje viel. Oké, jongens, er ligt hier een dode eend. Oh, wat zielig. Nou, misschien over 50 jaar niet meer. Hij is hem opgereten. Nou. Sorry. Dat is een mond. Andere helft. Wat? Schaduw. Daar ook. Wat ga je doen? De schaduw. Wat wil je doen? Nou, een spelletje doen ze meteen. Dan wil je nog even een examen geven. Zeg maar. Ik weet het niet. Zullen we deze vlog afsluiten? Abonneren, belletje en doe tot de 50.